grappig, hè? Mijn naam is Ellen. Ik woon in Zandvoort. Dit is mijn strandpaviljoen. Maar in 1985 was ik Miss Grand Prix en heb ik Niki Lauda gezoend. En hoe word je Miss Grand Prix? Ik werd het doordat ik gevraagd werd om mee te doen aan de verkiezing. En dan ging het er eigenlijk om welke dame, welke Miss het leukste videoclipje maakte. En die werd dan uitgekozen. Deze foto's zijn voor de verkiezingen gemaakt. En die is om dat ze gingen kijken om goedkeuring te hebben om mee te doen aan het programma. Ja, die foto is hier op het strand gemaakt. Ja. Prachtige foto. Ja, die is hier op het strand gemaakt en daarmee mocht ik ook meedoen. Door deze foto. Ja, hoe kijkt u nu naar die foto? Als u zo... Ja, ik vind hem ook heel leuk. Ja, ik vind het wel stoer. Ja, en dan wint Niki Lauda die Grand Prix van 1985. Ja. Ja, en dan? Ja, dan ga je naar hem toe en dan geef je hem een hand en een kus en de bloemen. Hoe was Niki Lauda tegen u? Ja, heel aardig. Hele charmante man. Echt heel netjes. En daarna stond Arton Senna. Dat vond ik ook heel bijzonder. En Alain Prost. Dus je kijkt daar zo met grote ogen naar. Ja, dat... ik vond het heel stoer. En dan deze foto, is de misverkiezing al geweest. En dan sta je dan met wat vriendinnen en kennissen met een sjerp en een kroon op je hoofd. En dan ben je de mis. Dus echt helemaal leuk. En nu is de Grand Prix terug in 2021. Ja. Er is denk ik wel heel veel veranderd, hè, in die tijd. Het is anders. Het is heel erg geregeld allemaal. Dat was toen natuurlijk niet. En dat is wel heel goed gedaan. Gaat u ook naar de Grand Prix toe, dit jaar? Nee, ik ben lekker hier. Ik ga aan het werk. Maar u mag niet als ex-Miss Grand Prix erbij zijn. Ze hebben u niet uitgenodigd. Nee, dat niet. Nee, ja. Dit is echt 36 jaar geleden, dus dat is ook wel een tijd. Dus wat dat betreft denk ik niet dat ik interessant ben om daar te zijn.